Deze highlights worden u aangeboden door Nissan en Gazprom, UEFA Champions League sponsors. Sportiello in de voeten van Modric. Dit is gevaarlijk, afleggen Benzema. En daar is de goal, al één foutje. En het wordt onmiddellijk afgestraft. En Karim Benzema kort voor de rust met de onvermijdelijke goal. En de voorsprong voor Real. En de moeilijke taak nu voor Atalanta. Maar wat een gigantische weggever van Sportiello. 1-0 Real. Ja, dat uitvoetballen van achteruit. Het ging al moeilijk met de veldspelers, als de keeper er dan opeens bij betrokken wordt en die heeft nog niks te doen gehad, ja, dan gaat hij zo in de fout. Pasalic voor Muriel. Meegeven. Met de Roon die draait. En een alleraardigste knal. Ja, ja, dat was wel een goede beweging van Malinovski. Dat kan hij natuurlijk, naar binnen komen en dan trappen. Niet gekadreerd. En ja, Malinovski gaat nog eens liggen. Ik zou toch blijven staan. Hij kreeg even een tikje en hier gaat Vinicius. Benzema kiest al positie. Vinicius gaat zelf op wandel, loopt er helemaal door en legt hem ernaast dan uiteindelijk nog. Ja, alles deed hij goed. En bij Atalanta stonden ze er toch vooral naar te kijken zoals hij daar mocht doorlopen. En dan ernaast getikt, toch een beetje typisch Vinicius Junior. Malinovski moet Vinicius laten lopen. Penalty. En een penalty of voor buiten? Penalty. Hij legt hem er buiten. Nee, hij geeft hem. Het is dus oké, denk ik. Toloi probeerde hem nog wel wat te helpen. Door hem erop te wijzen dat buiten de 16 was, maar het was erin. Sportiello. Om er nog een klein beetje leven in te houden in deze wedstrijd tegen Sergio Ramos. Maar hij trapt hem staalhard in doel. Het is een specialist ter zaken. Zo leidde hij samen met Thibaut Courtois met al zijn saves. Real ook vorig seizoen naar de titel met de ene omgezette penalty na de andere. En hij weet dat hij zijn collega aanvoerder de gelegenheid heeft gegeven om Real Madrid nu al nog voor het uur op rozen te zetten. En eigenlijk definitief naar de kwartfinale te trappen bij 2-0. Ja, Malinovski, goede bal binnendoor. Zapata, de save van Courtois. En er is niet gevlacht voor buitenspel. Ja, ja, Thibaut Courtois is nog klaar, wakker. Uitstekende inspeelpaas en uitstekende afwerking eigenlijk wel van Zapata. Aannemen en knallen. Beste aanval. Eindelijk nog eens een poging van Atalanta. Benzema. Vasquez rent aan de buitenkant. De voorzet is een goede Benzema. En tegen de paal. Eerste save, dan de paal. Geweldig opgezet en afgewerkt door Karim Benzema. Wel, wel, wel. Zapata en nog eens Courtois. Wel, wel, wel. Hij dankt. Ja, het is misschien niet erg een tegendoelpunt, maar ik laat er geen binnen. Uitstekende voetreflex weer, zo'n typisch gordijn opgetrokken, zich breed gemaakt. En aan de overkant Rodrigo, die loopt ermee buiten. Maar grote kans, Zapata is een gevaarlijke invaller voor Atalanta. Muriel mag trappen en doet dat geweldig. Geweldige vrije trapgoal. Van deze Luis Muriel. Hij zat er nog bij met een hand, Thibaut Courtois, maar hij paste zo ongeveer in het kruis, denk ik. Prachtige vrije trap voor een rechtsvoeter. Heel goed gedaan, ja. En hard
Bal komt heel snel. Asensio, och, nog in het hoekje. Kijk, dat is Spijs echt zijn eerste baltoets. Dat hij hem erin legt. En 3-1. Voilà, meer heeft hij niet nodig gehad om te scoren. Asensio. Deze highlights werden u aangeboden door Nissan en Gazprom, UEFA Champions League sponsors.